Koningin Maxima's grootste verlangen lijkt eindelijk in vervulling te zijn gegaan. Haar moeder, Maria del Carmen Ceruti, is naar Nederland verhuisd om bij haar dochter in huis ten bos te wonen, zo melden Spaanse media. Koningin Maxima heeft al lange tijd gehoopt dat haar moeder permanent naar Nederland zou komen. De 79-jarige Maria woonde alleen in Buenos Aires, ver weg van haar dochter. Maxima mist haar moeder niet alleen. Maar maakt zich ook zorgen over haar welzijn. Recentelijk berichtte het Duitse tijdschrift Frau Actuel dat Maxima haar moeder eindelijk heeft weten te overtuigen om naar Nederland te verhuizen. Spaanse media lijken zeker te weten dat Maria nu daadwerkelijk bij haar dochter in huis ten bos is ingetrokken. Volgens de krant Vanitatis el Confidential is hiermee een grote wens van Maxima vervuld en heeft huis ten bos er een nieuwe bewoner bij. Het is ook niet de eerste keer dat Maria in huis ten bos verblijft. Tijdens de coronapandemie in 2020 verbleef zij ook langere tijd bij haar dochter, terwijl Willem-Alexander en Maxima op staatsbezoek in Indonesië waren. In die periode was Nederland in lockdown, waardoor Maria niet terug naar Argentinië kon reizen en besloten te blijven om op de kinderen te passen.